Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we weer een rondje rijden. En dat gaat gebeuren in België. Anything can happen in Formula One, and of course it usually does. Each team has their own story to tell here today, and they all want it to end the same way, on that coveted top step of the podium. Het is vandaag droog, licht bewolkt staat hier, 18 graden. Spa-Francorchamps then, a historic 19-corner circuit with a lap distance. Het is een uniek circuit. Het is de langste, van 7 kilometer lang zoals je ziet. En heel veel hoogteverschil. Dit kan je hier zien, vooral bocht 5, 6, 7, is heel hoog. A tough race in store then for our drivers today. So before the off, let's remind ourselves of even kijken waar we weer gaan starten. With a look at the starting grid. Kimi Raikkonen's perfect lap yesterday sees him start from pole position. Kimi Räikkönen 1, Lewis Hamilton 2. Nou, 3 Daniel Ricciardo en ik sta op nummer 4. Mooie start. Magnussen, Grosjean, Alonso en Carlos Sainz. Okay, remember to brake early for turn 1. En daar gaan we. Mijn starten zijn niet altijd heel goed. Ik probeer het weer. Oh, het gaat weer niet goed. Het enige geluk wat ik heb is dat de eerste bocht naar rechts gaat. Dus ik kan het wel behoorlijk houden. Nee. Ik denk dat ik hier wel een behoorlijke straf voor krijg. Ik zie nog niks. De vleugel is wel een beetje beschadigd. Hij is geel. Hier word ik ingehaald, natuurlijk. De rechterstuk is mijn auto gewoon niet snel genoeg. Dan kan je hem beter voorbij laten gaan dan dat je gekke dingen gaat doen. Hier naar beneden moet je wel vol op je rem hoor. Je gaat natuurlijk met het volle gewicht naar beneden, waardoor je altijd sneller gaat. Waardoor je iets sneller moet remmen, eerder op je rem moet gaan. Ja, het is een lange ronde, veel bochten, voor een aantal rechte stukken, maar in ieder geval wel echt een lekker snel circuit. Leuke bochtensecties ook, net zoals dit bijvoorbeeld, rechts-links. Deze moet je perfect nemen eigenlijk, en waardoor eigenlijk liefst wat eerder op het gas. Want je kan dit allemaal vol gas nemen nu. Dat je hier bij deze bocht zo komt. Deze remmen. En voer op je gas. Voorbij kan. Nee, buitenom wat lastig worden. Misschien als ik hem rem. Ik ben er voorbij. Maar ik weet niet voor hoe lang natuurlijk. Want we krijgen nu weer een lang recht stuk. Waar we ook weer naar boven gaan. Hij zit hier vlak achter me. Ik denk dat ik hem nu wel hou hoor. Nou, hij komt eraan. Net, ik hou hem net. Ik ga hem insturen. Je merkt wel, omdat de voorvleugel een beetje beschadigd is, dat je die grip een beetje kwijt bent. Dus de bochten gaan wat lastiger, maar zolang die geel is, is die licht beschadigd. Op het moment dat die rood wordt, dan moet je wel echt naar binnen voor een nieuwe vleugel. Want dan is de auto niet meer te besturen. Nou, ik vind het echt een van de leukste circuits. Dit is in ieder geval een circuit wat bij heel veel coureurs op de top 3 plaats staat.
En bij sommigen ook zelfs wel op de eerste plek. Dit is natuurlijk ook het circuit wat het dichtst bij Nederland is, in België. Dus straks tijdens de race bij Max Verstappen heb je echt wel weer tribunes vol oranje. Dat is altijd wel leuk. Maar volgend jaar gaat natuurlijk Formule 1 ook naar Nederland toe, naar Zandvoort. En ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. Komen we hier weer, remmen. Iets te laat op mijn rem, kijk, dan ben je die lijn kwijt. Ik zet mijn brandstof even terug. Ik heb wel het snelste rondje gereden. Nou, hier gaan we weer het lange rechte stuk op. Ik heb nu wel een beetje marge, dus... Nou, moet je nagaan dat je dit eigenlijk helemaal niet ziet als je hier naar boven gaat. Wanneer je nou naar links, rechts. Het is echt gewoon puur op gevoel. Je stuurt eigenlijk soms gewoon blind in. Dus je weet echt niet hoe je rijdt. Hier weer. Rechts en links. Krijgen we hier straks de lange doordraai waar we naar beneden gaan ook. Zo. Hier goed positioneren weer. Aan de linkerkant. Vroeg op het gas nu. En alles weer vol gas nemen. Bocht. Naar rechts. Krijgen we hier weer. Scherp. Nou neem ik hem goed. Het gaat heel langzaam natuurlijk. Oh, hier raak ik wel een beetje wijd. Laatste ronde. Oh, de ene laatste ronde trouwens, sorry. Naar boven. Nou, ik heb de DRS niet hoeven te gebruiken, want ik rijd natuurlijk heet op kop nu. Nou, zoals ik al zei, het is een circuit van 7 kilometer lang. Het is ook het langste circuit die ze gaan rijden dit jaar. En volgende week gaan we, als het goed is, of volgende week of over 2 weken, ik weet niet precies. Maar als het goed is, dacht ik naar Italië. Dat is ook wel leuk. Nou, Italië is alleen wel een circuit met heel veel rechte stukken. Het is wel een legendarisch circuit natuurlijk, Monza heet dat. Maar het is niet echt een leuk circuit, vind ik zelf. Nou, komen we weer op start-finish. Nu gaan we wel de laatste ronde. En ik heb weer het snelste rondje. Ik ga mijn benzinetop even. Mijn benzineknop heb ik omgezet. Kijken of ik het laatste rondje nog sneller kan rijden. Nou, als je omhoog gaat daar waar ik net was, moet je niet te veel gaan sturen. Je moet echt kleine tikjes geven.
Want je bent je auto zo kwijt. Ik heb een gat van 7,4 seconden op Vettel, dat is die tweede rijd. Nou, het is op zich een simpele race geworden. Ik had alleen verwacht dat ik in het begin van de race, want ik had natuurlijk die inhaling gedaan. Toen raakte ik Vettel hard, ik denk... dat ik daar wel een straf voor zou krijgen, maar ik heb niet gekregen gelukkig. Alleen mijn voorvleugel is kapot, dus ik rijd nog niet helemaal ideaal natuurlijk. Dat wil ik even kunnen laten zien. Kijk, zoals je ziet, dus de voorvleugel is nog geel. De banden gaan er ook al aan, maar het is gelukkig het laatste rondje. Het is de laatste volle lange rechte stuk. Nou, dan krijgen we hier de bochten. En de vlag is uit, staat er. Pak hem lekker hier zo. En zo win je een race. In Spa. Ik weet op dit moment niet wat Verstappen heb gedaan. Want ik heb dit natuurlijk eerder opgenomen. Ik hoop dat hij het ook goed heeft gedaan. Ik ben alleen bang dat hij het niet echt gaat halen. Het is natuurlijk een snel circuit. Een circuit waar heel veel rechte stukken zijn. En de Ferrari is op dit moment wel echt de auto met daarvoor de beste papieren. Ik hoop dat hij een beetje mee kan doen met de auto's van Mercedes. En ik hoop dat hij dan een mooie derde plaats, natuurlijk hoger, mooier, maar als hij derde kan worden, zou het helemaal prachtig zijn. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat dit nog steeds leuk is om te kijken. En ik hoop nog steeds dat jullie willen dat ik door blijf gaan. Ik heb vorige keer weer veel kijks gekregen. En nou, daar wil ik jullie voor bedanken. En dan zie ik jullie in de volgende video. En dat is als het goed is in Italië, zoals ik zei.